En dat dan de douane dat niet tegenhoudt, want dat die kost van het pakketje niet te hoog is. Dus dat doe ik meestal, maar ik heb nog nooit last gehad van douanekosten. Oké, dat waren alle vragen. Let's go. En dan gaan we de bikinis bekijken. Als eerste heb ik dit rollen modelletje aan. Ik zal hier opzij, ik zal opschuiven, dan zal ik hier opzij de bikini aanzetten. Dus deze rode had ik gekozen omdat die super schattig is met dit. Ik vind het echt leuk. Zo met die touwtjes, dat is sowieso wat unieker. En ook met die rechte, dikkere bandjes, dat vind ik wel heel mooi. Het broekje vind ik ook heel mooi, omdat het zo dunnere touwtjes heeft aan de kant. En ik hou persoonlijk van een Brazilian broekje. Ik heb graag dat dat van achter iets smaller is. Dus de bikinis die ik heb gekozen zijn ook meestal allemaal smaller van achter. Maar dat verkies ik nu eenmaal liever. Dat hangt van persoon tot persoon af. Dus ja. Deze bikini, wat ik hier wel spijtig aan vind, is dat je de bandjes niet kunt verstellen. Dus van achter kruipt het wel zo een beetje omhoog. En anders moet ik hier trekken. Maar ja, is er kans dat je misschien iets gaat zien. Maar ook niet. Dus het had wel verstelbare bandjes mogen hebben. Maar voor de rest zit het wel heel goed stevig, heel goed vast. En ik vind het wel een heel mooie bikini. Als volgende heb ik deze gele bikini met witte puntjes op, witte bolletjes. Het broekje is iets breder dan los bij de rode bikini. En de zijkantjes zijn om te binden, dus dat is wel heel leuk. Als je dan echt smal bent, kun je dat zo vast doen als je wilt. Als je iets bredere heupen hebt, kun je dat ook kiezen. En het topje vind ik ook heel leuk. Super mooi, super mooie kleuren. Ik hoop dat dit past, maar hier zien jullie als het mij past, ja of nee. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Echt zonnig, super leuk voor de vakantie. Dan hebben we nog een gele. Ik hou heel veel van geel, dus ja, dat is wel echt een kleur. Ook weer zo vanzelf te binden aan de zijkanten. Het broekje van achter is iets kleiner, zal ik zeggen. Dat vind ik wel heel tof. En dan het bovenstukje is ook heel tof. Hier heb ik wel het idee bij deze bikini van, gaat het wel goed op blijven zitten de hele dag? Stel als je die bikini de hele dag draagt. Want ik weet niet als dat naar onder gaat zakken, ja of nee. Maar ik denk het niet. Het heeft ook een dubbele sluiting van achter. Wat ik ook kei tof vind, want dat is weer extra bescherming. En dat geeft wel een mooi effect van achter. Beide twee bikinis, de gele en de gele met bolletjes, zijn trouwens ook bandjes, want ze zijn strapless bikinis. En dan kun je ook wel een bandjes eraan maken, dus dat wordt erbij geleverd. Dan hebben we een zwart met witte bandeau bikini. Het topje ziet er zo uit. Deze is aan, redelijk strak aan mijn borsten. Geeft mijn borsten wel niet zo'n heel mooie vorm, omdat dat zo plat en dan krijg je zo'n bult boven de borst. Maar ik vind het, ja, het printje op zich wel heel mooi. Heel tof, zeker voor een Ibiza zo in een strandbarretje vind ik het wel heel mooi. En het broekje is ook weer een klein broekje, wat je aan de zijkant kan binden. Dus de achterkant, dus dat vind ik ook weer super leuk. Next is een lichtblauwe bikini. Het broekje is weer hetzelfde. Dit is wel weer een high-waisted broekje. Je ziet het ook omdat dit een veel langer stuk is hier tussen de benen. Dus dit moet je meer over de heup dragen. En het topje is een beetje een twijfelgeval, want ik snap het idee van de bandjes niet goed. De bandjes gaan zo een beetje schuin. Dus het is meer lengte op de schouder. Dat zou ik mooier vinden als het off the shoulder was. Maar voor de rest zit de bikini wel best goed. Die zit heel stevig. Dit is meer een bedekkende bikini van boven. Maar vind ik ook wel eens zeer mooi. Alleen, ja, het enige is de bandjes. Het kan wel mooi zijn, maar toch. Het is zoals een andere stijl. En ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind. Dan de laatste bikini die ik heb. Is deze met kersjes. Een witte met kersjes en ruffeltjes van onder. Wat ik hier heel leuk aan vind, is het gat in het midden. Dat geeft wel zo weer wat extra
is op zich wel een beetje een, ja, hoe moet ik dat zeggen, een kinachtigere bikini, zal ik zeggen. Meer iets voor jongere meisjes van 14, 15 of zo, het printje dan toch. Maar door het middenstuk vind ik wel dat dat kan en dat dat wel sexy en vrouwelijk is. En het broekje is ook weer high-waisted. Een superleuk broekje, met kerstjes ook weer. En het is een high-waisted, dus voor, allee, high-waisted niet echt, maar voor op de heup te dragen, dat zie je tegenwoordig heel veel. Dus, maar ik vind dat wel echt heel tof, dat geeft je lichaam wel een mooie, ja, ik vind dat je figuur dan nog mooier en omdat je zo meer je heupen benadrukt. Dat was het voor de bikinis. Dan heb ik een jogging. Een joggingsbroek, een oud roze, super cute. Wel zo'n lossere joggingsbroek, dus dat vind ik wel leuk. En dan heb ik ook nog een topje, een off-the-shoulder topje. Ik moet zeggen, het off-the-shoulder topje voelt wel redelijk strak. Het is wel een beetje strak voor mij, maar oké, het kan er niet door. Ik vind het wel een heel toffe combinatie. Het is anders dan een gewone jogging. Of een shoulder jogging. Het topje maakt het wel zo wat meer vrouwelijk en iets meer sexy om door een huis aan te hebben. Next heb ik iets gekozen voor de festivals. Dat vond ik echt super mooi. Het is een playsuitje met geruit. Het is ook echt zo'n meer flanelstofje. Het voelt zo een heel zacht flanelstofje. En dit moet je binden. Echt super leuk voor de festivals, vind ik. Zit ook super tof. Echt een heel tof playsuitje. De achterkant is één kleur. En ik dacht dit te combineren op een festival met bijvoorbeeld zwarte bikerbootjes. En dan dit erbij. En dan zo'n cool bandanaatje misschien of zo. Echt zo een stoere outfit voor de festivals. Dat vind ik wel cool. Next hebben we een kakkie groen playsuitje met bolletjes. Dat wil ik al lang en heb ik nu eindelijk besteld. Het ziet er zo uit, heeft ruffeltjes hier van onder. Heeft een off-the-shoulder mouwtje eigenlijk. Het heeft wel gewone bandjes en dan zo'n off-the-shoulder. En van boven een beetje uitgesneden. Heeft wel een knoopje van boven om toe te doen. Dat is ook super tof als je niet te veel wilt laten zien. En als laatste van Shein heb ik dit super mooie blouseje. Het is een bolletjes topje. En hier van voor kun je dat aantrekken. Super leuk. Het geeft ook weer zo'n super tof effectje op een shortje of zo in de zomer. Dat ga ik zeker meenemen ook naar Ibiza. Want dan gaat het kei mooi zijn daar. En kei kleurrijk en kei fleurig. En ik heb echt ook weer een super geslaagde aankoop. Oké, zo. Dat was alles wat ik heb gekocht. Zoals jullie kunnen zien is het wel redelijk mooi. Ik heb me best wel laten gaan. Nou, de prijzen op Shein zijn ook wel echt super goedkoop. Wat ik echt super tof vind. Want daar koop ik ook wel echt veel meer. Want ik ben zo wel iemand die denkt van, oh, super tof blouseje of super toffe bikini. Maar ik draag die dan 2 of 3 keer of zo. Omdat ik graag nieuwe dingen heb voor foto's en op vakantie en zo. En dan is dat wel super tof, want ik ga nu niet te veel geld daaraan uitgeven. Ik ben echt heel blij met mijn aankopen. Laat zeker in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ik ben zeer benieuwd wat jullie van mijn aankoopjes vinden. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na en ik zie jullie